van, hey, waar is Manon? Die video hoort toch vandaag online te komen. Er is iets misgegaan met de video van Manon. En vandaar dat ik vandaag eventjes overneem. En haar video zal aanstaande maandag online komen. Dus dan weet je dat je die dan kunt verwachten. In de video van vandaag ga ik een paar tips geven van gezonde en makkelijke tussendoortjes om mee te nemen naar school of naar werk. Zoals jullie misschien wel weten, loop ik sinds kort stage. En daardoor is mijn leven en mijn eetpatroon heel erg veranderd. En vroeger was ik veel thuis omdat ik studeerde. Ik kon mijn eigen tijd indelen. En toen was het veel makkelijker om gezond te eten. Maar nu, omdat ik veel op kantoor ben, ik ben veel onderweg, merk ik dat het veel lastiger is. Dus ik dacht, nou, als ik dat probleem heb, weet ik zeker dat ik niet de enige ben. En in deze video ga ik gewoon een paar tips geven van makkelijke tussendoortjes. Die je zo hup mee kunt nemen, je hoeft er verder niks voor te doen. Maar die toch nog wel gezond zijn. Het is natuurlijk heel makkelijk om een plak ontbijtkoek mee te nemen. Of een liga, of iets anders voorverpakt. Maar het probleem daarvan, van zulke koeken, is dat er gewoon heel erg veel suiker in zit. En op zich is het natuurlijk prima om dat af en toe te eten. Maar het doet niet heel erg veel voor je. Ook al willen voedingsproducenten ons graag doen geloven dat het heel gezond is. Waar ik altijd heel erg op let als ik tussendoortjes kies, is of het iets voor mijn lichaam doet. En dat is sowieso een beetje filosofie die ik altijd al met eten heb. Van oké, doet het iets voor mijn lichaam? Zit er een goede stof in? Yes, oké, ik eet het. De tussendoortjes die ik dan vaak kies zijn ook echt dingen met gezonde voedingsstoffen. En natuurlijk neem ik vaak een appel mee. Of neem ik een banaan mee. Of neem ik een peer mee. Weet ik het wat. Makkelijk fruit om mee te nemen. Maar ik moet heel erg toegeven, ik ben niet een enorme fruiteter. En daarom geef ik vaak ook de voorkeur aan een beetje groente. Nou, wat ik heel vaak doe is dat ik gewoon een paprika of komkommer of wat worteltjes neem. Nou ja, paprika of komkommer snij ik in stukjes, doe ik in een bakje en neem ik mee. Het zijn makkelijke tussendoortjes en het is heel erg logisch. Maar aan de andere kant denk ik dat heel weinig mensen eraan denken om zoiets mee te nemen als tussendoortje. Nou is het trouwens wel zo dat ik zelf heel erg dol ben op groenten en daarom het gewoon zo hup los eet. Maar als je er niet zo'n fan van bent, doe er dan een beetje tzatziki bij of doe er een beetje hummus bij en gebruik dat als dip. En dat is zo'n lekkere combinatie. En ik vind dat zelf altijd echt een super lekker tussendoortje om gewoon eventjes te eten als ik een beetje flauw ben en als ik gewoon trek heb of niet. Nog iets wat ik altijd bij me heb als ik aan het werk ben, dat zijn amandelen. En echt, amandelen zijn mijn grote vriend. Neem het liefst ongezouten noten. Toen ik begon met gezonder eten, toen had ik echt een schurftekel aan noten. Ik hield er gewoon niet van. Nou ja, en dan nam ik nog het liefst dan de gezouten variant. Maar die is natuurlijk niet zo heel erg goed voor je. Maar op een gegeven moment heb ik mezelf aangeleerd om toch ongezouten noten te gaan eten. En dan vind ik eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, vind ik alleen amandelen lekker. Dus die eet ik dan. En neem er niet te veel van, want ook al is het gezond, het is niet zo heel best om er te veel van te eten. Want het is alsnog vrij vet. Maar doordat het vrij vet is en doordat er veel eiwitten in zitten, ben je er vrij lang van vol. Wat ik ook vaak doe, en dat helpt ook om langer vol te zitten, is dat ik een appel neem en dan nog een paar amandelen. En door de combinatie van het suiker van de appel en het vet van en vezels van de amandelen, zit je veel langer vol en blijft je bloedsuikerspiegel ook wat stabieler dan wanneer je alleen die appel zou eten. Dus wellicht dat dat nog een tip is waar jullie wat aan hebben. Nog een grote vriend van mij als ik aan het werk ben, zijn deze bakjes yoghurt. En dit zijn bakjes met 0% vet Griekse yoghurt. Die kun je onder andere bij Albert Heijn kopen en deze komt volgens mij bij de Dirk vandaan. En ik neem deze eigenlijk elke dag mee. En het handige hiervan is, het is gewoon hup, portieverpakking. Trek hem 's ochtends uit de koelkast, ik hoef er niks voor te doen. En ik zet deze op mijn werk, dan is wel in de koelkast. Je moet er wel een koelkast voor hebben helaas. En dan rond een uur of vier neem ik deze. En de reden dat ik voor dit type yoghurt kies, is omdat het vol zit met eiwitten. Er zit geen vet in, maar het is wel gewoon eventjes door die eiwitten zit je goed vol. En kun je nog weer eventjes wat langer door. En ja, ook dit is weer zo'n voorbeeld van, nou, wat zit erin? Wat is goed voor mijn lijf? Nou, hup. Grieks yoghurt, eiwitten en ik kan er even tegenaan. Ik had het net al even over groenten en eigenlijk had ik daarbij ook al deze moeten noemen. Namelijk snoeptomaatjes. Ach, ik hou van deze dingen. Ik vind sowieso tomaten heel erg lekker, maar dit zijn volgens mij, ja, ze heet ook echt snoeptomaatjes. Deze komen bij de Aldi vandaan. En deze zijn zo lekker. Nou is dit een beetje veel om mee te nemen. Dus wat ik vaak doe is dat ik ongeveer de helft van zo'n ding in een soort Tupperware bakje giet. En dan neem ik dat mee. En och, het is... Het,
deze zijn extra zoet. Dus daardoor zijn ze gewoon nog veel lekkerder dan gewone tomaatjes. Sowieso zijn dit soort bakjes dan echt je grote vriend. Want wat ik ook heel vaak doe als tussendoortje is dat ik, als ik bijvoorbeeld een linzensalade maak of een ander soort bonensalade, dat ik dan nog wat extra's maak. En dat ik dat dan nog in zo'n klein bakje doe. En dat ik gewoon een klein mini maaltijdje als tussendoortje eet. Wat ik eigenlijk ook altijd in mijn tas heb zitten zijn eiwitrepen. En die zorgen er wederom voor dat je wat langer vol zit. Nou moet ik zeggen dat ik echt heel veel eiwitrepen niet om te vreten vind. Het is vaak heel korrelig en ik hou er niet van. De enige die ik lekker vind zijn van Body & Fit Shop. Dat is de Smart Bar. Dan vind ik de karamelversie lekker en de coconutversie. En het makkelijke hiervan is dat ik die gewoon altijd in mijn tas kan hebben zitten. Ik heb er geen koelkast voor nodig of wat dan ook. Ik kan het gewoon hup opeten als ik er zin in heb. En ze hebben een beetje de structuur van een Milky Way. Dus ja, het is niet helemaal hetzelfde natuurlijk. Maar het kan best een alternatief zijn als je normaal echt van die candy bars houdt. Oh, een Snickers, ik ben er dol. Oh nee, we hebben het hier over gezonde tussendoortjes. Maar dan vind ik dat op zich ook altijd vaak nog wel een lekker iets. En je hebt ze ook van andere merken, maar ja, persoonlijk vind ik deze het lekkerste. Ik hoop dat jullie aan deze tips iets hadden. Mocht je nou meer willen weten over hoe ik omga met gezond leven en sporten en dat soort dingen, neem dan ook even een kijkje op mijn kanaal. Want tegenwoordig heb ik een nieuwe serie die heet Pinky Power. En daarin laat ik allerlei dingetjes zien over fitness, gezondheid en eigenlijk hoe ik daarmee omga. En elke week kun je daarvan een nieuwe aflevering vinden. Dus misschien als je het leuk vindt, neem er even een kijkje bij. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op Fem en tot de volgende keer. Doei! Heb je lenteproducten voor me liggen? Nou, je zou het niet zeggen aan het weer, maar over een paar dagen is het toch echt officieel lente. En dat brengt automatisch naar